Eerst starters en de woningmarkt. Het is geen gelukkige combinatie. Het wordt voor starters steeds moeilijker om een koophuis te vinden. Er is veel vraag, er is weinig aanbod. En dan wordt er ook nog eens massaal over de al hoge vraagprijzen heen geboden. De afgelopen weken hadden we twee stellen te gast die op een creatieve manier de zoektocht naar hun droomhuis voortzetten. Miron en Laura die gooiden zo'n 1000, let op, 1000 briefjes door de brievenbussen in de door hun gewilde wijken. En Jasper en Eva die riepen een website in het leven. Laten we even terugkijken hoe dat ook weer ging. We zijn nu 3 maanden goed en wel fanatiek bezig naar een huis te zoeken. En je merkt gewoon in de markt dat het gewoon heel snel gaat. En ja, hierdoor proberen we eigenlijk op een leuke persoonlijke manier een boodschap af te geven. Ja, wij zijn er nu echt wel achter. Als het op Funda staat, ben je eigenlijk al te laat. Dus we zijn nu wat meer concreet echt aan het zoeken. Wat we bijvoorbeeld gedaan hebben is als een huis te koop komt, is door eens langs te gaan bij diegene of eens te kijken in de buurt. Of toevallig jij iemand kent die diegene in de buurt kent om zo'n persoonlijke benadering te vinden. Elke keer wanneer je het via een makelaar probeert, dan is het toch wel lastig. Je wordt of overboden en je moet er heel snel bij zijn. En het is eigenlijk al een dagtaak aan zich. Hoeveel briefjes heb je totaal rondgebracht, weet je dat? Oh, heel veel. Ja. Ja, ik denk dat we een stuk of 1000 meer? Ja, misschien wel, ja. Is het frustrerend? Ja. Maar je bent er al zo lang mee bezig. Het gaat heel langzaam, wordt het steeds ietsje erger, zeg maar. En ik denk dat dat ook wel de reden is dat we nu deze stap hebben genomen. Ja, wat is de volgende stap dan, stel dat dit niet lukt? We hebben nog een plan om te gaan targeten op social media. Dus we gaan gericht advertenties inzetten op Enschede. En nou ja, wie weet, hopelijk dat we dan ook nog genoeg publiek krijgen. En dat daar dan de gouden tip in zit. Ja, volgens mij is dat niet meer nodig geweest, dat laatste. Want er is nieuws. Eva Spijker hebben we aan de telefoon van het laatste stel dat je hoorde. Eva, goedemiddag. Hi. Ja, nee, dat is inderdaad niet meer nodig. Wij hoeven niet te gaan targeten, want wij hebben ons droomhuis gevonden. Ja, we zagen champagne op jullie Instagram. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, we mochten gisteren mochten het koopcontract tekenen. Dus we hebben inderdaad direct die champagne losgetrokken. Hoe kom je nou uiteindelijk bij dit huis terecht? Nou, we hebben volgens mij vorige week dinsdag hebben we bij jullie in de uitzending gezeten. En stonden we ook in de krant, bij Tabantia, in het Algemeen Dagblad ook. En eigenlijk toen is het balletje heel snel gaan rollen. Heel veel berichtjes binnengekregen, heel veel tips ook binnengekregen. En daar zat ook de gouden tip tussen. Het is een hele hectische week geweest, dat het heel snel is gegaan. We hebben het snel zijn gaan bezichtigen, we hebben een bod uitgebracht. En dat is geaccepteerd. Dus een week later, precies een week later, konden we ook onze handtekening al zetten. Dus dat is gigantisch snel gegaan. En heb je dan nu ook een beetje een betaalbaar huis kunnen vinden? Of heb je nog echt wel ver boven die vraagprijs moeten gaan zitten? Ja, we hebben inderdaad wel overboden. Maar dat wisten we eigenlijk ook van tevoren, ook voordat we deze campagne begonnen. Van nou ja, dat eigenlijk de vraagprijzen tegenwoordig meer dan van afprijs zijn. Mm-hmm. Dus dat vinden we ook niet heel erg. Onze campagne was ook vooral om in de picture te komen bij huiseigenaren die hun huis gaan verkopen. En ja, dat is gelukt, want we hebben een huis gevonden die eigenlijk nog in de stille verkoop stond. Die stond nog niet online. Dus okay, dat konden we er mooi snel bij zijn. Ja, precies. En, die hoge vraagprijs of de hoge prijs die je er dan voor betaalt, die heb je er ook lang en breed voor over. Ja, absoluut. Ja, we zijn heel blij ermee. Dit is eigenlijk precies ook wat we zochten al dat hele jaar dat we op zoek waren. Dus dat vinden we zeker waard. Hey, en nu hebben jullie die website, hè, dehuizenjacht.nl. Is dat nou verleden tijd? Is die offline gehaald of ga je er nog iets mee doen? Nou, we zijn nu aan het kijken van, hey, wat willen we hiermee? Wat willen we met dit concept? We hebben namelijk ook heel veel berichtjes gekregen van andere stellen door heel Nederland die ons in de regionale of landelijke media ook hebben gezien. Die zeggen, wij lopen eigenlijk precies hetzelfde aan. Zou je ons kunnen helpen? Of misschien dat er een andere partij is die het tof vindt om het concept over te kopen of de domeinnaam over te kopen. Dus daar zijn we nog eventjes over aan het nadenken van nou, wat gaan we ermee doen? We willen het zeker niet laten doodbloeden, omdat het ook nu echt iets is waar veel mensen mee te maken hebben eigenlijk. Dus ja, we gaan ervan uit dat het nog wel een vervolg gaat krijgen. Maar we weten dus nog niet op welke manier. Kun je straks meteen met wat je daaraan verdient je hypotheek weer afbetalen, joh? Ja, dat zeiden wij ook al. Dan is het ook niet voor niets geweest. Dus dat wordt mooi meegenomen. Nee, dat zou heel mooi zijn inderdaad. Waar staat het huis eigenlijk ergens? Ergens in Enschede, in welke wijk? Ja, in de wijk Stokhorst. En dat was ook inderdaad een van de wijken waar we ook echt op zoek waren. Dus echt alles wat jullie voor ogen hadden zit in dat huis? Ja, eigenlijk wel. Qua tuin en qua grootte, qua aantal slaapkamers, locatie, wat we heel belangrijk vonden, dat zat er allemaal in. Dus we kwamen ook eigenlijk binnen
we keken elkaar aan en was het, ja, dit is hem. Nou, fantastisch. Dus ja, we zagen dat aan Niron en Laura al, maar ook bij jullie, Jasper en Eva, van dat dus de moeite loont om het op een creatieve manier aan te pakken. Zeker, ja. Je steekt het toch met kop en schouders bovenuit. Je hebt niet 30 mensen die ook interesse hebben in het huis. Dus ja, absoluut. Ja. Wanneer krijg je sleutel? September pas. Duurt nog even, dus we kunnen nu alle chaos en hectiek van de media kunnen we achter ons laten en ons rustig aan gaan voorbereiden. En ja, tot de sleuteloverdracht. Ja, precies. Nou, mooi. Veel plezier met de verwachting, hè, het verwachten daarnaartoe. En ook zometeen veel woonplezier. Eva Spijker, dankjewel. Dankjewel.